de oorzaak van de veiling is natuurlijk dat wij een brand hebben gehad. En de brand is ontstaan door een blikseminslag bij ons in het pand. En vervolgens is er uitgekomen dat de goederen die in het pand stonden geveild moesten gaan worden. Vandaar dat wij ook in samenwerking hebben gezocht met online veilingmeester in Groningen. We hebben gekeken naar gasfornuis en die hebben we gekocht en die hebben we nu net opgehaald en daar zijn we heel blij mee. Wat de verwachting zou zijn, het was voor ons echt koffiedik kijken, maar uiteindelijk is de koffiedik wat opgelost en blijkt dat de veiling toch boven verwachting goed heeft gefunctioneerd. Ik heb een tafel gekocht, ik heb een afzuigkap gekocht met een televisie erin, ja, wel bijzonder. En een kastje en een designradiator. Ik ben er hartstikke blij mee. Goed geweest. Je ziet bij een online veiling dat echt op het laatste moment er nog heel veel biedingen loskomen. Dus dat kan ons weer versterken in dit resultaat om te zorgen dat wij op dit terrein weer een nieuwe keukenzaak kunnen bouwen. En op mijn achtergrond, wat jullie nu filmen, kun je het pand zien staan waar wij dat gaan doen. En daar kunnen wij de resultaten die deze veiling heeft opgebracht, Finks weer investeren in nieuwe keukens en opstellingen die we daar weer binnenkort nieuw kunnen laten zien. Vanaf week 45 is de verwachting. De samenwerking met onlinefeilingmeester.nl bevalt uitstekend. We hebben natuurlijk al een band uit het verleden voordat het online veiling was met fysieke veilingen. En we hebben samen deze veiling tot een goed eind kunnen brengen, zowel qua resultaat als vandaag, kijk om je heen, de afgifte van de goederen.